Ik ga op bezoek bij Jacqueline, die ooit een succesvolle ondernemer was met een eigen kapperszaak. Tot alles in duigen viel en ze kennis maakte met harddrugs. Hoi, ben je nieuw hier of niet? Nou, ik ben hier nu 4 weken. Oh, oké. Okay. Ja. En bevalt het? Bevalt het. Nou, aan de ene kant... wel. Ja? Het is een ervaring die ik niet had willen missen. Dus het is de eerste keer dat je... Ja, het is de eerste keer, ja. Maar ook de laatste keer. Oké. Okay. En in mijn geval gaat het om 4 winkeldiefstallen... nadat ik 4 ben gegaan met mijn zaak. Het is... En waarom ga je dan stelen? Want dat is een hele grote stap verder. Een hele grote stap. Ja. Ten eerste zal ik vertellen dat ik heel erg verslavingsgevoelig ben. Alcohol was voor mij heel erg moeilijk. Is ook mijn aandeel geweest in het mislukken van het huwelijk. En op de een of andere manier, als ik de ene verslaving achter me laat... vind ik weer een andere. Ja. Dat, want er moet iets zijn. Destructief gedrag. Ja. Ik kreeg scheid aan alles en iedereen... heel erg de arme ik, slachtofferrol. Toen ben ik voor het eerst keer drugs geprobeerd. Ik had nog nooit cocaïne gebruikt. Ik dacht ook, fuck it, ik probeer het een keer. En? Nou, ik had beter moeten weten. Je voelt niks meer. Nee. Dat je ouders verdriet doet, dat je voelt niks meer. En dat kwam me heel goed uit. Nee. Ik ben over de stoep gaan fietsen. Mijn sigarettenpeuk op straat gegooid. Door een rood licht fietsen. Ben gaan stelen. Helemaal... En wat stal je dan zoal? In het begin vlees. Vlees? Ja, vlees is duur. En toen was ik bij de Albert Heijn. Ik denk, weet je, ik gooi het gewoon in mijn tas. Dat is een lekkere biologische kip. Dus ik zeg, weer vrouw, kippie vanavond. Ja, we hebben ook al zoveel lol gehad. Het verbaasde me hoe makkelijk het was. Het is zo makkelijk. Ja, maar het is niet bij kip gebleven misschien? Nee, het is niet bij kip gebleven. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ga weg, echt waar? Ja, en voor mij verwacht je het niet. Met mijn pareltjes in en mijn bekakte praten. En het was ook een soort toneelspel. En onder invloed van uiteindelijk ook speed... waar je helemaal niks meer door voelt. Dan... Durf je alles of zo? Ja. Dus dan ging ik met mijn haar mooi en mijn dure parenjumpertjes aan. Ja, en dan gewoon bijvoorbeeld bij een Easy Paris... je gooit al die lucht in je tas die je wil hebben... Het is heel gemeen wat ik zeg. Dan wacht je op een groep mensen waar je het wel van verwacht. Nou, dan loop je gewoon mee naar buiten. Tuurlijk gaat dat alarm af. Maar ze denken toch niet dat ik dat ben geweest? Oh, het is inderdaad heel gemeen. Ja, hè? Ja. Maar het werkt wel. Ja. Vervolgens heb ik wat producten op Marktplaats gezet. Nou, hoe dom kan je zijn? Mm-hmm. Want ik ken geen mensen die dat voor me willen verkopen of wat dan ook. Ik ken die hele wereld niet. Dus tuurlijk word je gepakt. En nu zit je hier. En nu zit ik hier. Voor het eerst van je leven. Ja. Wat houdt jou op de been? Dat er altijd lichtpunten zijn. Als ik hier naar buiten kijk, denk ik, wat een uitzicht. Wat een mooie boom staat daar. Als ik straks vrij ben, kan ik mijn hondje weer op gaan halen. Zie ik mijn vriend weer. Dus positief. Ja. Dat we positieve dingen kijken. Ja. Leg de nadruk op wat positief is. Leer van wat je fout hebt gedaan. En het leven gaat door. Ja.